Moet je luisteren, luister, luister. Dat is het geluid van een afvallerstheorie die sneuvelt. Goed. Cabin crew, prepare for takeoff. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on this Tenovision Airways flight. On behalf of our crew, we wish you a pleasant sixth flight. Here we go! Gaan we weer niet eens waar het lijkt, zelfs als je het zeven keren terugkijkt. Waar zijn al die moloten nou? Ik wil het weten, kom zeg me nou. Wie is de wie is de buffer, wie is de wie is de buffer, wie is de wie? Ba 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 da ba da ba da ba 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 da ba da ba da ba. Wie is de mol? Podcast! Welkom, 1,9 miljoen kijkers zagen de zesde aflevering van Wie is de Mol. Tijd voor de samenvatting. We gaan nogmaals horen, zien en zwijgen in 43 seconden. Aflevering 6 van De Mol is meteen een hoogvlieger. Paulien achter het stuur en ze heeft belangrijke informatie en echt niet waar de nooduitgangen zijn en dat je het tafeltje voor je moet inklappen, maar over het spel. Iedereen heeft belangrijke informatie en schrijft ook mee. Ontmoeting dan met De Mol. Je mag alles vragen, maar het kan zijn dat De Mol ligt aan de hand van 4 quizvragen. Dan gaan we verder en is de pot kwijt. Oh jee, Tanja krijgt op de kop. Kees en Daniel hadden hem al gevonden. En Kees wordt de nieuwe penningmeester. Hoppakee, ja, we gaan met paardjes rijden. We moeten zoeken. Zoeken naar wat? Puzzelstukken. Alweer puzzelen? Ja, Ravensburger die sponsort de serie. Dan ligt daar het geld. En dan mag Kees dat gaan ophalen in een helikopter. Neemt het mee en wordt blij ontvangen. De test en executie, die is kort maar krachtig. Rood voor Tanja. Dag en vergeet je geld en je portemonnee niet op de bus terug. Tanja moest afscheid nemen van de groep en van de mol. In deze aflevering. Ze gaat naar huis. Daarmee sneuvelt dus de afvallerstheorie. Want volgens de afvallerstheorie was Sarayda de volgende afvaller. Zou Tanja zelfs de finale halen? De finale kwam niet eens in zicht voor haar. Dat is dus niet waar. En er werd weer gepuzzeld deze aflevering. En dan merk je toch dat soms kandidaten te hoge verwachtingen hebben van elkaar. Paulien, jij kan dit goed. Caroline riep meteen, Paulien, jij kan puzzelen. Dus ik denk dat Caroline wilde dat ik gewoon zo Rain Man-achtig naar die puzzelstukjes zou kijken. En dat die er dan zou liggen. De grote afvallerstheorie is dus gesneuveld. Maar is er online een theorie te vinden die de theorie kan gaan opvolgen? We gaan eens bekijken wat er werd gezegd over Wie is de Mol deze week online. Om te beginnen met Wie is de Mol tips op wieisdemol.com. Plaats deze foto, zet erbij horen, zien en zwijgen, zei je. En dan zien we dat Sarayda gewoon de gebaren maakte van horen, zien en van zwijgen. Dan een mailtje van Martine. Daarin staat met de helikopteropdracht, zegt Art, kennis is macht. Wat in het seizoen in Japan stond voor Kim, de mol. Maar dat kan natuurlijk ook staan op Kees is mol. En dan Sarayda, die lijkt echt voor alles bang. Is het niet voor wilde dieren, dan wel voor een cockpit van een vliegtuig. Voor alles is ze bang en een heel overdreven laat ze dat merken ook. Ze heeft toch het programma Try Before You Die gepresenteerd. Een heftig programma. Raar dus, zou je denken. Soes zegt wel nee. Kijk maar eens wat ze voor de gein, wat ze voor dat programma heeft gedaan aan opdrachten. Een minuut gratis winkelen, je laat de body painten, fietscourier in New York zijn, figureren in een rapvideo, in Volendamse kleding op de foto gaan, roeien. Nou, er staat dan één spannende bij. Die zagen we trouwens ook in aflevering 1 van De Mol. Een olifant over je heen laten lopen, eigenlijk stappen. Oké, het zijn niet zulke heftige dingen wat Sarayda heeft gedaan. Misschien is ze toch echt bang voor alles. Zou ik toch maar eens hulp laten zoeken als ik haar was. Daan en Evelien dan, die mailden mij. Wij dachten dus dat Paulien de mol is. We gingen dus naar de website van Paulien om wat meer over haar te weten te komen. En toen zagen wij dat bij het eerste kopje Wie een tekeningetje van een mol stond. Misschien is dit wel een aanwijzing. Groetjes Daan en Evelien. Ja, inderdaad, dit is de homepage van PaulienCornelissen.nl. En we zien bij Wie inderdaad, met nog een vraagteken zelfs, een poppetje staan. Kan een leuke grap zijn van Paulien. Dan Heinz, die zegt op wieisdemol.com, Tim stemde de laatste keer dus op Paulien. Dat zegt hij in de Mol Talk. En Paulien en Carolien zeggen dit ook zeker te weten. Dan zou het wel heel raar zijn als Paulien toch de mol is. Tim, volop Paulien, valt af. Maar, zegt Heinz, vorig jaar moest Marit er ook wel uit, terwijl ze op Annemarie stemde, de mol van dat seizoen. Maar toen zaten er een aantal andere kandidaten ook op Annemarie. Nu volgens mij een stuk minder op Paulien. En we hadden al de theorie C is de mol. De C is de mol. Dat kon staan op Carolien, op Paulien Cornelissen of op Kees. Van het Engelse woordje Kees.
Er is nog iets anders met de C. Ik las op internet al dat het akkoord dat werd gespeeld een C-mol akkoord zou zijn. Nou, dat zou natuurlijk de ideale hint zijn, maar er zijn wat muzici online die zeggen, ja, C-mol, dat akkoord bestaat niet. Tsubasa is muzikant, legt het even uit. Wat ik heel opmerkelijk vind, is dat ik bij de orgelopdracht niet twee, maar drie verschillende akkoorden heb gehoord. Op Daniels vraag of de mol blank is, wordt een apart akkoord gespeeld. Een nee-antwoord is een C-mineur akkoord. Een ja-antwoord was een C-majeur akkoord. En het antwoord op Daniel was een soort C-mineur 4 met toegevoegde kwart. Ik ben mijn hoofd nu aan het breken, wat dat betekent. Where you go? You've got control. Oh my god. But you're sitting right next to me. Yeah, we are having it together. Yeah. Ik denk serieus dat ze nu aan het vliegen is. Ja, zit daar. Zit ze al? Ja, hij is gestuurd, want hij heeft ze handen los. We mochten één om één in de cockpit zitten. Goedemorgen. Welkom aan boord van de Dakota DC-3 uit... ...konden de kandidaten vragen stellen aan de mol. Ook Kees mocht een vraag stellen aan de mol. Ik zag echter dat zijn haren een beetje plat gedrukt zaten. Later, als de opdracht voorbij is, zie je de kandidaten zich buiten verzamelen. Hier zitten zijn haren weer helemaal omhoog en zie je dat er nieuwe gel in gedaan is. Betekent dit dat Kees zich in het zwarte pak verschuilde? Groeten van Wouter. Dat zou, ja, want als je toch zo'n pak over je heen, dan gaat je haar plat. En Kees lijkt me toch een beetje ijdel, dus die wil zijn haar weer goed doen. Goed opgemerkt, Wouter. Dan Christian 1988. Schrijft op wieisdemol.com een heel verhaal. Kort gezegd komt er het op neer dat je via een spiegeltje het gezicht van de mol, of in ieder geval van de orgelspeler, kon zien. Screenshotje en ik zou zeggen oordeel zelf. Wie zie je hier zitten? Het lijkt iemand met wat korte haren. Het zou Paulien kunnen zijn, maar Kees kan natuurlijk ook. Lastig te zien, maar wellicht helpt het je iets in je zoektocht. Dan Erik Q. Zegt op wieisdemol.com, heeft iedereen Art weer gehoord als ze met de paarden aankomen bij de plek waar de puzzel gelegd moet worden? Hij zegt zo, genoten van het uitzicht. Art begint al redelijk vaak zijn praatjes met zo of met goedemorgen. En nu een keer met twee woorden achter elkaar, die beginnen met respectievelijk een Z en een G. Zaraida Groenhart is de mol. Zou kunnen, let wel op, dit was natuurlijk wel de hint vorig jaar. Art die steeds met jongens begon. Dus of ze hem dit keer er weer instoppen, dat is maar de vraag. Lubas die zegt, Paulien antwoordt op de vraag van Art bij de executie. 13. Toch leuk, in de 13e reeks. En tot slot dit mailtje van Joram. Die zegt, hey Joeri, in de afgelopen aflevering zagen we de kandidaten vragen stellen aan de mol. Zo ook Paulien. Nu viel het op dat ze vroeg of de mol in Purmerend was geboren, omdat dat volgens haar op Kees zou slaan. Dat schijnt alleen niet te kloppen. Volgens al onze bronnen is Kees gewoon in Volendam geboren. Dus dat vestigt de aandacht op wat Paulien dan wel bedoelde te vragen. Of de mol in Volendam is geboren. En met een beetje husselen kan je van Volendam van de mol maken. Dit is dus een vraag van de mol. En in haar andere vraag, hou je van meloenen, zit ook een mol verborgen. Aha. Nou ja, ik ben perplex hoor. Volendam is gewoon een anagram voor van de mol. En van meloen kan je ook een anagram hussel, maar met de woorden ook een mol maken. Paulien, wat doe je hier, Paulien? Tot zover de community. Zat jouw theorie er niet bij? Is je wat opgevallen? Of heb je ergens wat aan toe te voegen? Laat het me weten. Mail at widmvodcast.nl is het mailadres waar je dat naartoe kan sturen. Of een tweet at Joeri Breuk. Hey, hallo. Daar zijn we weer voor een nieuwe editie van Weekend de Miljonairs. We vullen in antwoord A, want 10-10 was het antwoord dat het meeste binnenkwam op de vraag van vorige week. Maar is het ook goed? Ja, wat geweldig. Goed, juist, het was A, 10-10. Mag ik een nieuwe vraag? En die luidt, welke opdracht stond er op het bord van de mol tijdens Pim Pam Pat in een river jet? Was dat A, sporters met een M? Was dat B, dieren met een B? Was dat C, schrijvers met een Q? Of was het D, acteurs met een C? Nou, ik ben benieuwd door A, B, C of D. Zoals altijd, kan je het antwoord achterlaten op wieisdemolvodcast.nl. Goede antwoord, hoor je volgende week. Ik spreek je dan tot dan daar. Bye. Volgende week, dames en heren, in Wie is de Mol? Een vrijstelling voor de finale. Ik herhaal het nog even voor je. Een vrijstelling voor de finale. Nou, die wil iedereen natuurlijk hebben. En geloof het of niet, maar je gaat Daniel nog meer overdreven zien doen. Dat wordt leuk. Tot die tijd, laat je reacties achter
over alles wat je over de mol hebt gevonden. En vergeet niet te kijken op wieisdemolvodcast.nl. Ik spreek je volgende week.